Tjurani Martina, dit was je laatste wedstrijd voor Zürich in Ninove, België. Hoe ging het? Ging best wel goed. Het is mijn eerste keer hier. Die 100 meter was die eerste serie. Dus ik heb gelopen, denk 10:34. Het is best wel veel tegenwind. En ja, die 200. Ik ben nog een beetje voorzichtig in die bocht. Maar ja, bij Zürich moet ik gewoon gaan. Ja. Dus over 2 weken. Dat verschil van, kijk, 10:34 en 20:78 of zoiets had je. Maar bij 200 meter ging je niet voluit, hè? Dat was duidelijk zichtbaar. Nee, ging niet voluit. Ja, in die bocht. Ik ging een beetje kijken hoe het voelde en alles. Want ja, het is wel een snelle baan, dus ik wil een... Eerst, het is toch kijken, want deze is gewoon een oefenwedstrijd. En Zürich is het belangrijkste, dus ik wil er niet meteen hier alles uit doen en misschien iets gaat slecht. En dan moeten we weer 1 week of 2 weken naar achter. Nou, nu weet ik dat ik gewoon kan gaan, dus dat is een lekker gevoel. Dus je bent fit? Ja. Nou, dat is goed om te horen. Ik wens je heel veel succes. Ja, bedankt.